de media aandacht, waar je of op alert moet zijn en die je heel snel kan trekken in dat incidentalisme wat jij beschrijft. En tegelijkertijd is er natuurlijk ook het feit dat je natuurlijk ook je andere apparaat. Een van die bestuurders was gevraagd om staatssecretaris te worden. En die ging naar haar politiek leider. Ja. En die zei van. Mijn politiek leider. Ja. Van hoe moet ik dat doen? Nou, zei hij, gewoon zorgen dat je heel huis de dag doorkomt. Wat mij het meest is blijven hangen is eigenlijk de uitspraak van mevrouw Dekker. Die zei van dat wanneer er partijen moeten gaan samenwerken, dat ze hoofdzakelijk op structuur gaan zitten. Maar dat ze eigenlijk in feite moeten gaan kiezen voor de inhoud en een aantal projecten naar resultaatgerichtheid. Dat is wel iets waar het mij ontzettend boeiende werk zelf naar wil streven. Wat ik heel herkenbaar vond, was het ene laatste verhaal zeg maar, over de rol van de bestuurder en de ambtenaar. Hè? De verschil hoe de beide partijen ermee omgaan. Ja. En dus ik heb er ook weer veel van opgestoken. Ja. Dus ik vond het heel interessant. Ik ben niet van de overheid. Dus ik heb het positief ervaren, omdat ik zie dat er heel veel parallellen zijn met het bedrijfsleven. Ja. We hebben het er net over gehad, dat bij ons dan het vertrouwen zie je verdwijnen hoe hoger je komt. Mannen vechten om macht, dat is een merkwaardig verschijnsel.